Ik neem dit even op. Want het is toch weer anders dan dat je thuis komt en vertelt wat je is overkomen onderweg. En van de zenuwen ga je altijd andere dingen zeggen dan dat je bedoelde. En soms zitten daar dingen bij waar je achteraf van denkt, dat is toch niet slecht. Dus dat is toch handig om het... had ik het maar opgenomen? Nou, dat doe ik nu dus. Even vragen aan de techniek. Die grote groene is gewoon vooruit. Ja, oké, hij staat erop. Ja, ik dacht het wordt een makkie, hè? Fotografie en fouten, dat is, wie heeft vergeten wel eens niet een rolletje in zijn camera te doen toen het nog niet digitaal was. Of dat er van allerlei dingen misgaan. En toen ik eenmaal begon te kijken wat ik allemaal had aan foute dingen in fotografie, mislukte dingen, toen kwam ik langzaam erachter dat het eigenlijk helemaal niet kan in fotografie mislukken. Dus misschien daarom dat dit de vrolijke noot is in deze dag. Op een of andere manier, het lijkt wel of het medium de fouten zelf opneemt. En tot iets nieuws omzet. Dit is een voorbeeld, ga ik nu geven, van in 88, is al een tijdje geleden, was ik zelf fotograaf. Toen heb ik een jaar lang in een kampeerbus gewoond. Mijn huis was gesloopt en mijn verkering was uit. Dus moet een man dan nog? Dus ik in een kampeerbus met een hele grote kamer op het dak. En fotografeerde ik vanaf het dak soort landschappen. En de bedoeling was dat je... eigenlijk keek zoals je vanuit de trein door het raam kijkt en denkt, hey, zo heel erg vanuit je ooghoeken, dus niet echt geduwd fotograferen noem ik dat zelf. En ik was in de buurt van Oud-Marsum, ik had al een heleboel slapende paarden gezien en ik had al begrepen dat als je daar gewoon op afrijdt dat ze dan allemaal gaan staan. Dus ik had de motor uitgezet en ik was zo langzamerhand gewaggeld zo naar die plek waar ik die foto kon nemen, op het dak gekropen, want dan maakte ik die opname van toch wel een minuut of vijf voordat ik de boel had staan. Dat is een 4x5 inch camera. En toen ging één paard staan. Ik dacht, dat is ook goed. Hè? Dus de eerste is ook goed. En in een jaar kwam er een boek van, een tentoonstelling. Toen was eigenlijk mijn carrière als fotograaf begon een beetje zo te bloeien. Waarna ik er alweer vrij snel mee ophield. Want het is ook weer iets waar ik het nou niet over ga hebben. En toen had je in die tijd, misschien kent u nog het boek, het tijdschrift Karp. Als je een baan zocht en zo. En dat was een soort... ik vond het ongelooflijk hip tijdschrift. Het is goed vormgegeven en interviews waren gewoon lekker prikkelend. En die vroegen mij, kunnen wij een foto van je hebben? Want we willen meer fotografen die vanuit een soort auteurschap naar de wereld kijken. Ik zeg, nou is goed. En daar kwamen ze bij me langs en uiteindelijk naar heel goed zochten ze deze foto uit. En toen kreeg ik over de post... de foto... En met zo'n achternaam als mij heb je natuurlijk al wat eelt op je ziel, hè? Dus ik vond het helemaal niet erg. Ik moest er ongelooflijk om lachen. Toen bedacht ik opeens van, god, die achtergrond is eigenlijk ook best mooi. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat je met fotografie, dat er niks fout mee kan gaan, maar je krijgt gewoon iets anders ervoor terug voor een fout. Bijvoorbeeld, je staat je kinderen te fotograferen in de zee en er komt een grote golf water over je heen. Je bent op vakantie, camera nat, uiteindelijk je laat je filmpje ontwikkelen en de eerste foto's zijn ook allemaal helemaal nat geworden, dus de negatieve. Dus die afdrukken die dragen gewoon dat brandmerk van dat ongelukje. Dus als je dat in je fotoalbum hebt, je ziet het terug, denk je, oh ja, dat is die keer dat ik in de golf stond en al die negatieven nat werden. Dus het is eigenlijk veel beter en veel dichter op de belevenis gekomen dan zonder die vlekken. Ja, en dit is nou echt de klassieker, hè, van een foutje. Dit is een president Allende, 1973, die uit zijn paleis komt. Zichzelf een Kalasnikov in zijn handen heeft. Dat is een geweer. Nee, ja toch. Om zijn schouder heeft. En die foto heeft is eigenlijk... Toen hadden ze bij World Press een wat losser idee over fotografie. Want het was een amateurfoto en die heeft gewoon de World Press gewonnen in dat jaar. Nu kan dat niet meer, want er zijn te veel amateurs die goede foto's maken. En je ziet daar gewoon dat dingetje in het midden, dat is een of andere draad die in de camera zat voor het negatief. Dan wordt altijd zwart. Daardoor is die foto eigenlijk alleen maar beter geworden. Want je voelt gewoon, het is een mislukte foto in bepaald opzicht, in bepaalde kringen zou ze dat zo zien. En toch is dit de foto die het wint, dus daar moet een ongelooflijke noodzaak in zitten. Het is ook de enige en de laatste foto die van Allende die dag gemaakt is. Als het goed is moet dit, ja... Ik heb gewoon op Google eens gekeken hoeveel er zo ongeveer in omloop zijn. Het is weliswaar mislukt, maar toch geliefde en geslaagde beeld 2400.
Staat er niet boven, geloof ik. 2420. Nou, dat is, van mijn werk is dat, zijn er niet zoveel. Ja, eigenlijk, de enige fout die je met fotografie kan maken is wat je niet fotografeert. Wij hebben, vind ik, als mensheid een ongelooflijk bekrompen idee van wat een onderwerp voor een foto is. Dit is, ik werk nu op de krant en ik zie alle fotografie die binnenkomt. Dat zijn er zo'n 10.000 per dag. Die verschijnen op een scherm. Dat is een soort, soort internetaansluiting. Alle persbureaus zijn erop geabonneerd. Die laten het allemaal doordruppelen. Zeg maar zo'n 10 per minuut ongeveer gemiddeld. En die belanden dan op je scherm. En je kunt het instellen dat je de 6 tegelijk ziet. Of dat je de 24 tegelijk ziet. Of 1 tegelijk. En dat druppelt dan zo door. En hier zie je eigenlijk al de onderwerpen. De beurs, een rockconcert, een bom die ontploft is in altijd Pakistan. Of de Aboriginals, daar is ook een of andere festiviteit en iemand die een nieuw vliegtuig introduceert, de Airbus 380, geloof ik. Ik ben een paar maanden gaan inventariseren wat de onderwerpen zijn, gewoon in mijn schriftje. En na een tijdje heb ik dat dan, even kijken hoor. Heb ik dat gewoon op een rijtje gezet. Dit is eigenlijk, heb je alles wat er gefotografeerd wordt, een persfotografie, dat heb je eigenlijk allemaal nu gevangen. Je kunt het ook allemaal weer indelen in groepjes, van die ballondiagrammen maken, of een doorstroomdiagram, of dat moet ik nog eens doen. Maar dit is het eigenlijk. Kijk, wij zitten zelf nu onder een symposia. Als wij nu een foto iemand neemt, dan vallen we dus in de onderste van drie onderste rubriek. Er is ongelooflijk veel hoogwaardigheid voor kleders. En er is ongelooflijk veel prijzen worden uitgereikt. Dus iets van, ik had in ieder geval laatst op een zondag, dan kun je dus gewoon ook makkelijk in je computer, dan zeg je gewoon een woord en dan komen alle prijzen eruit. 3000 nog iets of zo. Van die dag. Dus we geven elkaar ongelooflijk veel prijzen. En dat wordt dan weer gefotografeerd en dan gaan we er weer naar kijken en dan hebben we het weer over. Nou, dit is eigenlijk onze, de Mutual Admiration Society. Dat is dan de pers en dan kun je afvragen, ja, wat doen wij eigenlijk zelf als mens? We fotograferen ook op vakantie, huwelijken, al die gelegenheden waar je je camera pakt. En die benauwdheid heeft eigenlijk bij mij toegeleid dat ik kon er niet van af dat ik gestopt ben met fotograferen. Ik dacht, als ik daarna mee stop, dan kom ik misschien in die open ruimte terecht waar je wat vrijer naar fotografie kijkt. En op een bepaald moment is dat wel enigszins gelukt toen ik in die periode verhuisde naar een kleiner huis. Want ja, ik hield op met fotograferen, dus mijn inkomen werd wat minder. Dus toen moest ik allemaal dingen weggooien. Er waren dingen bij van die mijn moeder aan mij had gegeven. Poppetjes die ze maakte in het bejaardentehuis en zo. En dan kreeg ik altijd van haar mee. En dacht ik, nou, ik moet die dingen weggooien. Maar dat lukte niet. En ik vond het toch een naar gevoel voor mijn moeder en zo. Ze was inmiddels al dood. En toen heb ik foto's van genomen van die poppetjes. En toen ging het heel makkelijk. Dus ontdekte ik eigenlijk dat je dat fotografie ook gebruikt kan worden als je dingen in de weg staan en je denkt, ja, maar ik ben er toch aan gehecht. En doe je ze weg en in die foto, dat is neemt veel minder plek in bijvoorbeeld, om eens iets te noemen. Dat is een gebruik van fotografie dat voor mij een soort bevrijding was. En even kijken, dit is een ander iets waar ik dan helemaal dus nog steeds de fout in ga. Dit is, ik zeg maar mijn laatste fotoreportage toen was in België en ik fotografeerde Gent en ik had een hotelkamer gehuurd en dat was gewoon een vast contract van een week of zo. En na een dag of vijf dacht ik, nou, ik heb het echt wel gezien in het Gent, maar wat nu? Blijf je toch even nog wat hangen, wie weet dat er nog wat interessants gebeurt en zo. Toen heb ik een boek gekocht in de FNAC. Een boek met Adventures of Sherlock Holmes. En ik dacht, dat moet ik toch eens lezen, zo'n klassieker. En de rest was allemaal niet zo interessant, dus ben ik eraan begonnen en ik was verkocht. Dus iemand die zeg maar, op een hele bijna romantische manier het verlichtingsdenken toepast op de wereld. En denkt van als je goed kijkt en goed denkt, dan begrijp je alles en dan kom je overal achter. Weet je wel. Dus iemand komt binnen bij hem en dan ziet je al aan de marcheerknopen van welke trein hij gezeten heeft. En of je getrouwd is, ja of nee. Weet je, al die dingen. Het is natuurlijk heel romantisch, maar de gedachte is heel mooi. En uiteindelijk heb ik dat losgelaten op fotografie. En daardoor is die rubriek ontstaan in de Volkskrant, waar ik nu als een soort Sherlock Holmes persfotografie eigenlijk bekijk. Hè. Of op details en met een loepje. Om allemaal kleine dingen te zien die tegenspreken wat de grote maalstroom allemaal suggereert. En toen was ik in Londen voor een lezing en toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar het Sherlock Holmes Museum. En dat is in Baker Street 221. En Baker Street 221, dat is waar al die verhalen zich afspelen. Sherlock Holmes woonde in Baker Street 221. Dus dat is al heel erg raar, want ja, het is een totaal fictioneel iemand, hij heeft nooit bestaan. Dus
Dat er überhaupt een Baker Street 221 is, is al heel vreemd. Laat staan dat daar een museum in is. Maar deze foto is een beetje mislukt, want het staat er niet op. Kijk, hier zie je 221 bier staan. Het is een heel populair museum. Bij jongelui en bij Aziaten zie je ook heel veel. Het is een heel geliefd museum. En je hebt daar beneden heb je de souvenirshop en hier links heb je een deur, ja die deur. Dan kun je mee en dan kom je in de woning van Sherlock Holmes. En een van de mooiste scènes vind ik als Watson aan Sherlock Holmes vraagt van, nou, als hij dan weer wat ontdekt heeft, dat hij zegt van ja, hoe kom je daar nou toch in godsnaam op? Ik zie hetzelfde. Ik sta er gewoon met mijn neus bovenop en jij bedenkt het en ik niet. Hij zegt Holmes, het is gewoon een kwestie van observeren. En niet kijken, maar observeren. Hij zegt, Watson, wat bedoel je daarmee? Zeg ik, nou, hoe vaak ben jij hier nou al geweest? Hè? Op 221B, op Eenhoog. Want daar woonde hij, woonde op Eenhoog. Nou, zegt Watson, 100 keer of zo. Weet jij hoeveel treden de trap heeft? Zegt Sherlock Holmes. Nee, zegt Watson, weet ik niet. Zegt hij, kijk, dat is nou het verschil, 17 treden. Het verschil tussen kijken en observeren. Dat je gewoon weet, Holmes wist bijvoorbeeld ook 36 verschillende fietsbandensporen uit zijn hoofd. Hè? Kon hij gewoon op de weg zien van welk type band dat was. Dat soort dingen. Dus ik loop die trap op. Oh, dit kon je nog kijken. Die heb ik nog gekocht ook. Die heb ik niet in de souvenirshop. Dus ik loop die trap op en ik denk, even de lolle stel overtreden. En verdomd, 17 treden. En nou komt het. Dat je niet even bedenkt, hier maak ik een foto van. Die gedachtegang, dat is bij mij nog steeds een gat. Dat is eigenlijk waarom ik nog steeds niet de praktijk van de fotografie in kan. Omdat ik nog steeds niet... Heel raar. Waar je de meeste tijd in besteedt aan je hoofd, dat je dat als een foto ziet. Dat is eigenlijk toch de essentie van het medium, zou je bedenken. Doen we niet. We kijken naar iets wat een leuke foto op kan leveren. En dat zag ik boven. Daar hebben ze allemaal scènetjes ingericht met Watson en Sherlock Holmes en allemaal enge dingen op de achtergrond. En dat fotografeer je dan wel, omdat je denkt, dat levert een leuk Photoshop. Even kijken of ik daar nog wat. Ja, en je vindt die natuurlijk in de metro bij een Sherlock Holmes tableau. Dat ziet er namelijk ook zo leuk uit. Nou, dat was het, dankjewel. Geen vragen zeker, hè? Mag je nog wat zeggen? Ik niet, nee, ik zou zeggen geen vragen zeker, zei ik. Ze nooit. Is er nu? Geen vraag? Eén vraag daar? Ja, daar. Een fantastisch verhaal. Bent u ook nagegaan hoe de schrijver van Sherlock Holmes, een niet bestaand persoon, wist dat er in dat huis waar hij dus nooit gewoond heeft, toch 17 treden zaten? Zitten, ja, ik denk dat ze de sociale woningbouw in Londen in die tijd eiste dat de 17 treden van de organe grond de 1 hoog waren. Gewoon een bouwbesluit geweest. Het zou best kunnen, ja. Andere vraag? Nou, het is echt zo rond, hè, dus er komt bijna geen spijker tussen te krijgen. Nee, dit is VV. Nee, we gaan helemaal niet weg. Nee. Ik ben heel streng. Andere vragen? Heel interessant verhaal, hè? Ja, daar is een vraag. Is dit verhaal dus eigenlijk dat je wil vertellen dat je als fotograaf mislukt bent, maar dat daaruit dan een geweldige carrière als zoeker is uitgekomen? Nee, dat zou inderdaad wel een goed idee, maar zo had ik het nog niet zelf gezien. Is dat een vorm van observeren? Wat zijn nou? Ja, dat is wel heel knap. Nee, maar, wacht. Ja, wacht, ik wil nog een keer zeggen, wat zei je nou net? Nou, ik ken hem alleen maar zoals hij nu zich profileert. En door zijn werk en door zijn foto's. Maar ik wist dat hij fotograaf was. Maar ik denk dan dat hij nu vertelt, daarom dacht ik ook dat hij vandaag zou komen. Van nou ja, dat fotograferen is niet gelukt. Was een diep dal. En toen op een dag bedacht ik... Ja. En dat is succesvol. Ja. Jullie excelleren allebei in het half afmaken van zinnen. Ja. Maar dat vind ik op zich ook wel weer een kwaliteit, maar nu niet op dit moment. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Nou, ik begrijp het al, hoor.
Ja, want wij hebben namelijk diezelfde kwaliteit, hè? Ja, nee. Ik geloof dat Hans het wel snapt wat ik ik snap je. Ja, nee, maar dat is heel goed. Zo gaan ook heel veel van die plannen in de cultuursector gaan ook heel langzaam ergens naartoe. Waarvan je denkt, waar gaat het naartoe? Nee, maar wij begrijpen elkaar niet. Ik maak eigenlijk alleen maar een conclusie. Nou ja, wat ik spannend vond aan jouw opmerking en de manier waarop je erover praat, is dat wat heel erg interessant aan zijn verhaal is, is de manier van kijken. Ja. En zijn manier van reflecteren. En Holmes, of Sherlock Holmes zegt dus van ja, mijn manier van reflecteren leidt tot een bepaald soort van resultaat. Ik los dingen op. Mijn vraag aan jullie zou zijn, als publiek, hè, want jij hebt een voorzet gedaan. Heb je nou observeren nodig om projecten goed te doen? Hè, dus er zijn verschillende mensen die vanmorgen hier gezeten hebben gezegd, we hadden een waanzinnig idee. We're gonna go for it. En ergens halverwege was ik heel hard bezig, maar ik zag het niet. Er was wel iets niet oké, maar ik zag het niet meer. En wat hij op een hele opmerkelijke manier doet, dat vind ik zo spannend aan. Behalve dat het natuurlijk heel aardig en authentiek is, hè, daar krijg je er gratis bij. Maar wat er zo spannend aan is, het is een hele aparte manier van kijken. Weet je, wij zien wat hij ziet, hè, maar het is een hele aparte manier van kijken. Nou is mijn vraag aan jullie, want we zijn hier om te leren. Heb je dat nodig als je van die grote projecten doet? Volgens mij heb je het over dat Hans in het nu is op bepaalde momenten. En heel veel mensen die in een groot project zitten, die zitten niet in het nu, maar die zitten in volgend jaar of daarna, of het is klaar. En dat je daardoor vergeet wat er nu op dit moment gebeurt. Oké, jullie zijn allebei heel erg zen, begrijp ik. Dan wil ik de vraag herfraseren. Is het dan zo dat je, als je in een groot project zit, waarbij dus van alles en nog wat gebeurt en je met je hoofd daar neigt te zitten, dat het een competentie is van mensen die in een groot project zitten, dat ze in het nu kunnen zitten, zeg je dat? Dat dat een noodzakelijke competentie is? Dat zou wel moeten, ja. Ja, want weet je, wat ik hoorde van businessplannen en zo, ik begrijp er helemaal niks van. Hetzelfde is dat je met een uitgever een boek, die gaan dan zeggen van dat worden er zoveel, daar hebben ze een heel verhaal bij. Volgens mij is het allemaal uit de duim gezogen. Het gaat veel meer om een soort neus. Een feeling dat je hebt van, nou, net zoals dat ik ben gaan schrijven, zo, ik wist echt twee jaar lang, gewoon was dat heel erg ingewikkeld. Maar je gaat gewoon ergens voor. En dan uiteindelijk dan kom je rollen en bollen, volgens mij Robin ook, die komt met rollen en bollen toch weer bovenuit. Robin wil iets opmerken maken, naar aanleiding van... Ja, naar aanleiding van deze opmerking van jou. Ik denk dat, of de vraag eigenlijk, je stelt een vraag. Ik vind overigens niet dat zij heel erg zen zijn, hoor. Ik begrijp het heel goed. Maar het is niet zo dat je dat als karaktertrek nodig hebt, maar je moet je sowieso om je heen moet je een aantal mensen verzamelen. En die dingen die je zelf niet kunt of waar je zelf minder sterk in bent, je hebt inderdaad een observator nodig in je team. Je moet er af en toe een observator bij halen, je moet met bepaalde mensen gaan sparren met een bepaalde frequentie. En dat moet je aan alle kanten toe de hele tijd doen in zo'n project, om jezelf iedere keer weer enigszins... een objectieve visie op het gebeuren op te dringen. Want anders dan vergalopeer je alleen maar in je eigen droom en kom je echt in een tunnel terecht waar je niet meer uitkomt tot je vastloopt. In de rioolpijp. Hier vooraan. Ik heb een hele praktische vraag. Het schijnt dat je weer een camera hebt gekocht. Ja. Ja. Wauw. Ik heb hem altijd bij me, even kijken. Super hoor, wat eruit komt. Kun je echt die andere dingen wegdoen. Ja, maar het gaat nu ook wel beter hoor, meer denkerige manier van fotograferen. Gaat ook wel beter. Maar ik voel wel een grote tegenstelling tussen zeg maar, het corporate denken en het onafhankelijke denken, wat ik dat maar zo noem. Ja, ja. En ik voel met al die adviesbureautjes ook, ik lach me altijd een kriek als je hoort waar ze mee aankomen. Die kun je allemaal zelf verzinnen, maar het is wel zo dat ik het allemaal in mijn eentje doe. Dus ik loop ook geen grote risico's. Stap ook heel vaak in projecten waar ik heel... Nou, dit is ook niet zo'n project waar je nou echt je eigen geld nou in de gaten houdt, weet je wel. Zo'n lezingtje. Maar je hebt er wel weer ook weer bij waar het wel zo is. Dit kost me ook een dag met voorbereiden. Zo, weet je, dus er zijn een heleboel dingen die je moet je gewoon mixen. Je kunt niet altijd in de gaten houden of je wel genoeg verdient overal voor. Als ik een gebouw zou moeten neerzetten, zou dat natuurlijk wel een probleem. Maar je... Dan heb je wel een probleem. Ja, dan heb ik wel een probleem, ja. Maar ik kan wel een huis kopen bijvoorbeeld. Dat is me wel gelukt. Ja, Erik? Nou, wat volgens mij ook lastig is in de vergelijking die je maakt, is dat naar een foto kijken of naar een omgeving kijken, dat is vrij statisch.
Je hebt in een proces van het bouwen van een museum bijvoorbeeld een dynamiek die vele lagen heeft. En die ook die beïnvloed wordt door, wat ik eerder in het verhaal ook zei, door belangen en door de capaciteit om wel of niet die intellectual honesty te hanteren. Dus soms zaten wij in een discussie waarbij we observerend zeiden van, ja, als je nou alle kinderen in Nederland wil bereiken, dan doe je dat toch niet door een museum te bouwen. Want er is geen museum wat bezoek krijgt van alle kinderen in Nederland. Dat werkt niet. Als je alle kinderen wil bereiken, moet je iets doen wat op alle scholen komt. Dan ga je de andere kant op. Dat is een waarheid als een koe, denk ik dan. Observerend en wetend hoe dat werkt. Maar als mensen dan vervolgens zeggen, nou ja, ik zie dat er in mijn museum 25.000 scholieren komen. Dat is best veel. Ja, dat is ook een vorm van kijken. Het is een totaal ander paradigma waarin je dan zit te redeneren. Dus ik denk dat het makkelijker is om 17 treden te tellen dan om de belangen van alle partijen om je heen ook nog eens een keertje mee te nemen in de uiteindelijke analyse. Nou ja, die 17 treden, dan ben je pas begonnen, hè? Nee, precies. Maar met die scholieren ben je ook maar begonnen. Mijn punt is, je verzamelt allemaal gegevens en die uiteindelijk binnen een soort model en een theorie van wat er gebeurd is, die gebruikt. Precies. En dus wat ik zeg zijn dat de gegevens bij een bouwproject, zoals dat van ons, dat die zijn oneindig veel. En als je dan zegt, van moet iemand, hè, want dat was de vraag, moet iemand dat allemaal beheersen? Dan zeg ik, nou dat zou fantastisch zijn, maar dan zoek je iets wat volgens mij niet bestaat. Je kan heel veel beheersen en je kan observeren wat je wil, maar op het moment dat je in de dynamiek van belangen komt, dan verandert observeren ook weer. Nee, natuurlijk, maar kijk, als je, het is uit onderzoek al duidelijk dat je bij een hele complexe omgeving meer op je intuïtie vaart dan op echt detailkennis. Maar wat ik zo spannend vind aan jouw manier van kijken en ook aan die van Sherlock Holmes, is dat het eigenlijk een heel volgbare, vrij eenvoudige redenering is en toch ga je van binnen over een grens heen. Weet je, je denkt, hé, dat nou, had ik net niet gezien. En het is een bepaald soort van energie waarbij je denkt, hé, dat is eigenlijk observeren, dat is eigenlijk een scherpere manier van kijken. En dat zou ik wel heel graag willen hebben als ik in mijn eigen projecten zit. Want in mijn eigen projecten sta ik ook 's morgens aan zo'n project en dan doe ik maar weer wat. En dan denk ik van ja, het was toch handig geweest als ik gisteren even wat scherper was geweest. En de vraag is dan, dus wat jij eigenlijk doet in je presentatie is dat je dat steeds laat zien. Hè? Dus je neemt ons mee en dan maken wij dat steeds mee. Maar de vraag is dan, zou je dat kunnen oefenen als competentie? En mijn vraag, ook naar aanleiding van jouw opmerking is, hè, want het heeft iets te maken met dat in dat nu zijn, hè, dus daarom was dat een hele belangrijke opmerking. Is het een competentie die naast het feit dat je bedrijfsmatig natuurlijk, ja, bij de les moet zijn, zou moeten hebben. Ik denk dat het heel veel zou helpen, maar de vraag is dan hoe je hem ontwikkelt. Een goede televisieserie te kijken. Nee, echt serieus. Als je bijvoorbeeld, ik kijk nu Deadwood. Kijk jullie Deadwood? Het gaat over een cowboydorpje in Amerika in de 1800 en nog wat. En er zijn allerlei krachten die er spelen, van buiten, krachten van buiten. Er zitten allemaal goudclaims zijn daar en zijn boeven en allerlei types. En er is één man die heeft gewoon de hele tijd in de gaten van welke belangen op welke manier tegen elkaar uit worden gespeeld. Dus en ik zit de hele tijd ook met hem voor hem uit te denken, weet je wel. En dan denk je, oh verdomme, dat heb ik gemist. Oh, dat heb ik gemist. Dus zo train ik mezelf heel erg in ja, nee, maar dat is echt. In hoe belangen op een bepaalde manier tot een resultaat kunnen komen. En sowieso heel veel detective series kun je zo gebruiken. Maar het is misschien wat anders dan dat je weer eens een adviesbureautje inhuurt. Maar wat Robin ik vind wel dat iemand dit nu moet gaan twitteren, want nu komen we in de hele goede oplossing allemaal. Hè? Wat Robin vertelde over dat ze toen gingen kijken of slopen interessant was. Weet je, al dat hele rijtje, wat heb je het allemaal weer niet gekost, dat soort types die dat allemaal uitzoeken. Dan kun je toch zelf wel bedenken dat het allemaal laarikoek is. En dat komt door banken die dat willen. Ja, precies. Maar en dat zie ik de hele tijd in het corporate, wordt zoveel geld gespeeld daar. Hans Haarsman. Ongelooflijk veel geld verspeeld. Ja, dank je. Thank you.